Pokémon Go, het spel dat vorige week gelanceerd is vanuit China. Afgelopen week, gisteren zelfs klaar voor Nederland, dat je hem hier kunt downloaden. Hoe werkt dat? Ja, momenteel zijn de servers nog niet al te best, maar ik heb voordat je hem hier kon downloaden, zat ik op de Amerikaanse server. Dat ging stukken beter natuurlijk. En nu zit er, even kijken, hoeveel was het? Via de Play Store zeg je meer dan 1 miljoen downloads dus. Binnen één dag tijd voor Nederlandse downloads. Ja. En hoe werkt dat spel? Want ik hoor wel eens wat dingen, maar ja, ik snap er weinig van. Je moet rondlopen om de Pokémon's te zoeken. En de Pokéstops. Ja, zoals dit beeld, het is één van de Pokéstops. Je hebt, even kijken, de Veerman bij de pont is nog een Pokéstop. De kerk aan het eind van de Lange Straat is ook nog een Pokéstop. Dat rare beeld aan de overkant is ook een Pokéstop, ik weet niet hoe die heet. Even kijken, wat heet nog meer? Op de Greente, op het gras. Die rare beelden, dat zijn ook nog Pokéstops. En even kijken, daar heb je ook nog Pokémon Gyms. Daar kan je elkaar uitdagen. Maar je kan vanaf level 5 kan je kiezen wat voor team je gaat. Team geel, rood of blauw. En als bijvoorbeeld team blauw in een gym zit, dan kan jij als je een team geel bent, kan je hem overnemen. Ja, en dan heb jij de gym. En als je zo'n gym hebt, kan je weer Pokécoins krijgen en dan kan je weer Pokéballs of andere spullen van halen. Is dit nou ook een spel wat bedacht is om mensen aan het lopen te krijgen? Ik denk het wel. Want als je kan ook Pokémon-eieren verzamelen. Met Pokémon-eieren moet je 2, 5 of 10 kilometer lopen voordat zo'n ei uitkomt. Dus het is wel om mensen de straat op te krijgen. Nieuwe hype, Pokémon Go. Hoe gaat dat? Nou, je moet, je loopt over straat en je kan verschillende Pokémon's tegenkomen. En zo, ja, je kan soms hele goede, soms hele slechte tegenkomen. En je vindt kleine stops en dan kan je spullen krijgen die je eigenlijk nodig hebt. Pokémon Stop of zogeheten gyms, wat is dat? Nou, stops, dat zijn monumenten in een stad. Als je daar dan naartoe gaat, dan kun je spullen krijgen waar je dan meer Pokémon's mee kan vangen. En gyms, dat zijn een soort van ook belangrijke plekken in een stad. En dat kun je zeg maar veroveren met je Pokémon. Als je dan een hele goede Pokémon hebt van een heel hoog level, dan kun je proberen degene die op dat moment de gym verovert, kun je dan proberen te verslaan en dat dan de gym. Dat is een leuk aan het spel. Ja, ik ben ermee opgegroeid, hè. De eerste Pokémon Geel, daar ben ik mee opgegroeid op de oude Game Boy. Met Is dat bedacht voor om mensen in beweging te krijgen? En is het een achterliggende gedachte van Nintendo voor het is gezond om te lopen, te fietsen? Ja, sowieso. Echt alles wijst er wel op in het spel dat je afstanden moet lopen om bepaalde dingen vrij te spelen. Dus ik denk wel dat er een beetje een gedachte achter zit. Want ik kreeg net ook een ei en dan moest ik 2 kilometer lopen en dan kon je die ei openen. Waar wat te zien is wel. Daar kan je heen. Zoals hier kun je heel veel vangen. Dus daar zie je wel dat heel veel kinderen hierheen gaan en dan vormen er een beetje een paar groepjes. Nog veel andere plekken in Genemuiden waar je Pokémon's kunt vangen? Ja, de kerk. Ik denk de kerk en hier. Ja, bij de pont. Dat maakt de slogan meer dan waar, de deur uit. Voor jou geldt dat ook? Nou, dat weet ik niet. Ik ben vandaag net begonnen. Wat was jouw drijfveer om te beginnen? Ik was nieuwsgierig dat iedereen het doet. En heb je nou hier veel Pokémon's hier in Genemuiden? Groeit het? Worden het er meer? Als je bijvoorbeeld hier meer de standaard Pokémon zitten. Bijvoorbeeld naar Zwolle gaat, dan kan het ook nog zijn dat je Pokémon's die je hier niet tegenkomt of heel moeilijk tegenkomt, makkelijker tegenkomt. En van hoger level. Op de fiets, laatst op de scooter zag ik ze zelfs nog. Die rijden gewoon bijna mensen aan. Die zijn gewoon niet aan het opletten. Die kijken weer even een paar seconden naar het scherm. In één keer zit er een fietser voor zich of een voetganger. En dan zei je net ook van, je hebt bepaalde snelheid nodig om die... Maximaal 10 km per uur waar je kan lopen.
om zo'n ei te laten uitkomen. Dus even snel op de fiets hard gaan rondfietsen werkt niet. Scooter werkt niet, auto werkt niet. Ik denk dat is een soort veiligheid dat je niet te hard gaat met het spel. Een Pokémon Stop en een zogeheten gin, wat is dat? Pokémon Stop, daar heb je een muntje. Die kan je dan draaien. Ja, de app is nog niet helemaal 100. Nou, en als je hem dan draait, kunnen de Pokéballs, Potions of wat anders uitkomen. Dan kan je dan gaan pakken en dan kan je weer naar de volgende toe lopen om het te verzamelen. En je kan ook nog, als je bij zo'n Pokéstop bent, kan je ook nog een Pokémon Lure aangooien. Dan ben je wat luier, dan komen de Pokémon's naar je toe. Er zit er een roze gloed omheen, hoef je niet meer weg. Zou ik nou hier zien wat er dan op die app staat, zijn we aardig ingesloten met Pokémon's. Ja, nou, in de omgeving van dit kan het zijn dat er straks ook in één keer een Pokémon omhoog ploeft. Oh, je rijdt er alleen. Geweldig.